Yo, de mensen, welkom terug bij Binding of Isaac Rebirth. En die van deze episode gaan we weer een challenge doen. En een challenge die we gaan doen. Vorig hebben we trouwens beans gedaan. En welke ik nu wil gaan doen, dus staat hier: When Life Gives You Melons. Die vind ik wel heel bijzonder. Dus nummer 12, I'll fucking take it. Hij is zeg maar heel gecurved en zo. Dus dan bij mezelf van: hé, hey, waarom niet? Lemon part. Oh, mijn god, dan ben ik echt gewoon full lemon, hè. Ik heb dus een active wat lemon kan doen en lemon party. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal kan. Oh god, ik moet spaans gebruiken. Oh my god. Oké, dus ik heb blijkbaar ook een passive. Dat ik ineens heel snel charge. Zie je dat? Oh, dat is nice. Dat is echt super nice. Oké, dus ik kan bijna elke room kan ik gewoon lemons gebruiken. Alright, give me the lemons. Oh, kijk, daar komen ze. Wee! Lemon party. En wat gebeurt er als deze lemon party? Oh, dus de huge lemon party. Oké, dat is duidelijk. Kijk, ik poep bij hem en woehoe! Zo gaan ze ook makkelijk dood. Oh yeah. Oh my god, heel veel enemies. En dat betekent lemon party. Oh yeah, yeah, yeah. Kom je ook doorheen? Dankjewel. Oh my god, ik heb nog damage ook van die gast. Oh, damn it. Oké, okay, kom jij ook in mijn lemon party? Hier, kom hier. Oh shit, mijn lemon party is weg. Dat betekent nieuwe lemon party. Woo! Oké, ik wist niet dat lemon party zoveel damage te doen, maar dit is decent. Want als ze gewoon één keer in kan staan, dan gaan ze gewoon dood. Dat is echt super chill. Alright, ik heb trouwens het gevoel dat hier een secret zit. Dus ik ga het gewoon proberen. Hope for the secret, hope for the secret. En er zat geen secret. K, freaking damn it. Alright, met tegen Larry Jr. En met lemon party lijkt me dat best wel easy peasy. Ah, kom alsjeblieft wel in lemon party staan. Dankjewel. Kom maar, kom hier, Mr. Larry. Mr. Larry. Larry. Kom hier. Ah, mijn lemon party is voorbij. Alright, ik heb een lemon party. Yeah! Oké, ik kreeg dus damage en daardoor ook weer lemon party. En dat betekent dat ik weer full HP ben. En ik heb tears up. Oké, altijd handig. En ik heb soul hearts. Soul hearts. When life gives you melons, you made lemonade. Hahaha. Oh, ik hoop dat die gast eventjes hierin jumpen, want dat zou wel heel erg fijn zijn. Dus blijkbaar als ik damage krijg, krijg ik nieuwe lemon shizzle. En dus als ik gewoon hem gebruik, dan heb ik er wel eentje bij. Dus dat is super chill. Alright, diglets. Daar hou ik niet van. Ik hou niet van deze diglets. Kom in de lemon party, diglet. Kom in, diglet. Oh, waarom spannen ze nou niet in de lemon party? Oké, laten we hem hier neerzetten. Oh yeah, eentje is dood. Dat is super chill. Ah, die spannen erin. What a douchebag. Alright, we zijn bij Monstro. En Monstro, die houdt denk ik niet heel veel van lemon juicy. Dus ik ga het gewoon lekker bij hem gebruiken. Yeah, lemon. Kom hier. Ja, Monstro. Spring er lekker in. Goed zo, jongen. Oh, kijk hoeveel damage. Kijk hoe... Ah, hij is toch gewoon dood. Holy shit. Je kan veel zeggen over deze shizzle, maar... Holy shit, het is sterk. Oké, wil ik überhaupt hier iets doen? Ik denk het niet. Samen van die kattenshizzle en... Je weet het, katten moet je nooit vertrouwen, want katten zijn gemeen. Alright, mooi lemon party. Wow. Kijk, dan start erin. En hij is dood. Oh, dat is echt super chill, die lemon party. Wacht eventjes hier. Kom maar, jongen. Kom maar. Kom jij ook? Hoppakee. Wat is dit? Een Bible tract. Oké. Dit is blub. En dit is een faith up. Oké, neem die wel. Alright, als deze jongen één keer laat zien. Ja hoor, dan is hij dood. En jij laat je ook zien. Dit is echt leuk. Alright, ik ga gewoon de shop in, want er zijn toch geen bijzondere kamers. En dit is best wel goedkoop. Alleen, ik heb niet genoeg geld ervoor. Misschien... Oh, ik zie een coin. Die wil ik graag hebben. Misschien wat hij met coins doneren. Kijk eens aan. Hoeveel heb ik er? 7. Kan ik het kopen? Hell yeah. What's all this? Oh, ja, heel veel pillen. Zou dit goed zijn? Lock up. Yes. Wat zou dit zijn? I found pills. Ah, I look disgusting. Wat zou dit zijn? Speed up. Nice. En de laatste. Laat ook goed zijn. Telepapil. Oké, moet niet. Alright, we hebben best wel goede pillen gekregen. En we kunnen verder gaan met de lemon party. Oh god, niet die Diglettees. Trio. Alright, we gaan hier. Oh, plaats hem hier. Oh mijn god, ik mis ook. Dit kan niet. Ik wil hem hier plaatsen. Yes, hij is dood. Alright, ik zie de laatste roemo. En ik zie dat hun een beetje bloed droppen. En dus dan doe ik gewoon dit. Haha, lemon party. Haha, dit is echt leuk. Dit is echt. Dit vind ik echt wel leuk. Ik dacht bij lemon party, dacht van. Nou, nah, come on man. Kan ik alleen met die lemon shizzle. Maar het is nog best wel sterk. Mensen gaan gewoon bijna gewoon in één keer dood. Dus echt super chill. Maar. We zijn bij Gurdy. En Gurdy houdt ook wel van lemon. Lemon party bij Gurdy. Gurdy lemon party. Gurdy. Oh god. Ik moet natuurlijk niet genoeg veel damage krijgen. Maar Gurdy gaat wel even lekker dood. Oh god. Oké. Ik krijg nu te veel damage van Gurdy. Gurdy gaat even dood. Dankjewel. Ik zie daar een soort. Oh. Ik zie nog heel veel monsters. Ik moet alles even killen. Voordat ik al die. Dankjewel. Gaat dood. Yeah. Dankjewel. Hoppakee. Oh. Dit is tears up. Dat weet ik. Dat is een broken photo. Of een photo torn apart. Yes. En dan kan ik deze nog pakken. Full HP. We kunnen meteen. Doorgaan naar de volgende floor. Alright, ik zie dat hier. Mr. Fatty, weet ik voor wie dat is. Oh mijn god, hij is nog best wel sterk. Ik hier, lemon party voor jou. Ik duw jou er eventjes in. Ga er maar in, jonge vriend. Hoppakee. Dat was best wel leuk. Ik kan gewoon induwen. Holy shit, dat ging best wel makkelijk. Oké, we gaan meteen door. God, er zijn zoveel monsters hier. Maar ik weet ook niet wat voor monsters. Oh, zijn vliegenspuwers. Oh, die willen we niet. Die willen we niet in onze town hebben. Ga jij eens allemaal weg? Dankjewel. Ga ze allemaal dood. Alright, dit is wel een hele bijzondere room wat ik zie. Dat ik hier naar beneden toe ga. If you know what I mean. Want ik zie daar een soul heart.
Ik zie een internal hart en ik zie een hartje dat ik weer HP terugkrijg. Het kan niet beter. Het kan allemaal niet beter. Oh yeah. Huh? Hij heeft iets opgeblazen en dat betekent dat ik dus lekker... Oh mijn god, ik kreeg nog damage. Oké, ik kan mijn internal hart nu kwijtraken, dus ik moet nu oppassen. Maar ik heb hem wel gekilled, oké. The Secret Room, laat dit goed zijn. 3 coins, geweldig. It's amazing. Alright. Ik ga hier naar beneden en ik hoop niet... Oh mijn god, nee. Ik heb een hele grote kans dat ik mijn internal hart kwijtraak, maar dat wil ik niet. Want die wil ik heel graag houden, want dan heb ik een extra hartje erbij. En die heb ik al nodig tegen Mom met Lemon Party. Want Lemon Party is misschien niet zo effectief tegen Mom. Oh, daar zit ik echt zo hard nodig. Oké, ik ga verder naar beneden, want we moeten gewoon... Oh, de bos vinden. Oh god, nee. Niet Larry. Maar Larry, kom hier. Lemon Party! Oh ja, yeah, het heeft gewerkt. Ik zie hier een key. En dat betekent dat we niet de chest in kunnen, aangezien we dus ook geen bom meer hebben. That's really fucked up, man. Oh, ik heb hem gevonden. En ik mag jullie niet. Hier, Lemon Party. Oh, het werkt. Het werkt zo effectief. Oh mijn god, ze chargen er gewoon in. Dan gaan ze dood. En blijven ze op liggen. Dit is Pin. Double trouble. Are you kidding me? Pin. Oh my god, Lemon Party. Oh god, oké. Ik ben mijn internal heart kwijt. Dat is nice. Daar ben ik zo blij mee. Ik ben mijn internal heart kwijt. Yay, victory voor mij. Kijk eens aan. Je bent dood, Pin. Fuck you. Ben je turn out kwijt? Ik wil wel beter. Ah, zo zonde. Alright, ik zie dat hier heel veel monsters zijn. En die zijn zo naar. En ik kan trouwens ook niet zien hoeveel HP ik heb. Dat is ook allemaal naar. Maar, oh damn, deze mensen. Oh, deze zijn vervelend. Deze zijn echt heel erg vervelend. Oké, Lemon Party in de house. Ik weet niet hoeveel HP ik heb. Dus ik weet ook niet hoe snel het is dat ik dood ga. Maar ik moet echt voorzichtig doen, want ik ben hier heel veel HP kwijtgeraakt. Alright, ik denk iets ingeschat. Oké, schat ruim in dat ik 2 HP heb. Misschien heb ik nog 2,5, misschien 2. Maar het is een schatting dat ik 2 HP heb. Je moet heel voorzichtig zijn. Ik moet HP hebben. En jullie moeten heel snel... Oh god, hij gaat erin juppen. Yep. Ah, die downy. Oh god, deze... Oh, deze is wel makkelijk. Je wacht gewoon hier. Wacht gewoon eventjes hier. En dan gaan ze allemaal erin chargen. Dit is leuk. Dit is echt leuk. Oh god, niet deze shizzle. Oké, snel. Destroy ze. Want deze zijn zo vindend. Het is zoals Lemon Party had. Dat ik gewoon bij het begin gewoon even een paar kon killen. Want anders hadden we echt niet gelukt zonder damage hier vannacht te komen. Alright, ik denk dat ik nog wel de nette damage heb getekend. Maar ik weet niet zeker. Oh my god, oké. Heb ik een key? Ja, heb ik een bom? Ja. Zal ik voor de golden poe gaan? Nee, not worth it, man. Oké, we gaan meteen hier doorheen. Naar de cage. Oh god, de cage. De mooie grote cage. De cage. Oh my god, cage, please. Oh my god, hij me raakt. Dat betekent nog een lemon party. Dat betekent nog een... Nee, alsjeblieft. Ja, rol erin. En blijf. Hier. Ga hier stoppen. Nee. Oh my god, ik heb damage gekregen. Oh god, lemon party. Oh god, hij gaat weer rollen. Nee, dit is zo naar. Dit is echt naar. Want ik weet totaal niet waar hij gaat stoppen. Oh god, hij is... Ik ben dood. Nee, ik ben niet dood. Wat? Oh, ik heb het overleefd. Oké, hier. Lemon Party. Oh god. Hoe ga ik dit overleven? Kill hem. Oké, ik heb nog half hartje. Ik heb nog hart uit. Ik weet het zeker sowieso. Oh god. Eternal Heart. Voor zekerheid. Oh god. Please kill you. Oh god. Wat is dit? HP up and regeneration. Of HP heb ik nog? Ik heb een half hartje opgepakt, hè? En HP up heb ik nu. Dus dan zou ik nu 2 hartjes moeten hebben. Als het goed is, als ik 2 hartjes heb, dan heb ik het net overleefd. Wat heb ik? Oh, ik heb nog genoeg. Ik had precies 1 hartje over toen ik laatst was geraakt. Holy shit. Oh god. Oh god, die... Oh my god, ze sprongen allemaal de lemon in. Ik heb wel damage gekregen, maar... Holy shit, dat was raar. Oké, jullie gaan zo op het ook springen. Alright, lemon, jij bent dood. Oh god, ja, kijk, natuurlijk niet dood. Ah, goddammit, waarom... Hier, kom springen. Springer. Kom. Spring dan. Oké, dan niet. Want ik kan nog een lemon. Fuck that shit. Alright, ik ben dus hier zo. En dit is wel chill, want hier kan ik misschien nog wat hartjes krijgen. Oké, kom op. Geen hartjes. Geef me de lucky chance. Oh god, een trollobo. Nee! Oké, ik heb nog een hartje uitgekregen. Dat was lame. Dat was echt lame. Een trollobo op dat moment. Fucking lame. Not cool, man. Alright, dit is een hartje inleveren. Dat wil ik ook niet, maar ik kan er misschien wel een hartje van terugkrijgen. Dus opblazen. Internal heart. Oh god, hoe ga ik die eruit krijgen? Ja, ik heb hem. Ik heb de internal heart. Was niet slim om op te pakken, hè? Nee, was niet slim. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik heb een key geweest. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Oh god, we gaan dit snel opblazen. Oh god. Hij is opgeblazen en ik ben mijn internal heart kwijt. Oh god, dit is nou echt... Dit is hatelijk. Oh ja, kom in de lemon. Kom... Oh my god, wat heb ik een geluk, zeg. Alright, we gaan hier naar links toe. Oh god, dat had ik ook niet moeten doen. Als ik hier dood ga, word ik echt zo mad. Oh, er zijn zoveel geesten en shizzle. Ik wil dat jullie allemaal eventjes, heel eventjes weggaan. Dankjewel. Alright, ik zie de final boss room daar. En er kan gewoon heen.
Dat is gewoon een lege kamer. Alright, let's go. Ik heb een 2,5 hartje. Ga ik mijn hand even slaan? We zullen zien. Isaac. Ja, dat ben ik. Leuk hè, dat ik Isaac ben. Kijk, ik wil dat ze hier stampt. Of nee, ik ga gewoon hier neerleggen. Oh god, ook niet slim. Oh god, oké. Ik heb weer... Oh god, ik moet wachten tot haar voet. En moet ik lemon party doen. Of ik ga hier campen. Nee, lukt ook niet. Oh mijn god, die stress. Oh mijn god, dit is echt Isaac stress. Dit is Isaac, Binding of Isaac stress. Oh my, ik heb nog één hartje. Waar is de voet? Oh god, hier is de voet. Ja, nu is het te laat. Oh, ik ga hem nooit killen. Ik ben dood. Ik ben zo erg dood. Ik plaats hier lemon. Lemon gives you lemonade, you're gonna to die. Alright, ik ga hartstikke dood. Hey, dit. Ah, no. Ah, Oké. Okay. Concentreer. Oh god, hij blaast op. Alright. Concentreer. Waar schiet ik eigenlijk op? Oh god, daar is mom. Hallo mom. Ik heb lemonade voor je. Wil je dat graag? Nee? Oké. Oké, concentreer. Oh, ik concentreerde me. En er komen zoveel van die kogels. En ik ga dood. Ik ben dood. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Oké, lemon party was super chill. Behalve bij mom, want daar heb je geen reet aan. Elke boss was chill. Behalve mom. Had je geen reet aan. Geen enkele upgrades. Geen eigen mogelijkheid. Onmakkelijk om mom te killen. Jongens, ik ben in ieder geval... voor het kijken naar Binding of Isaac. En ik zie de volgende aflevering van de Binding of Isaac of een andere video. Kijk vooral hier beneden in de beschrijving voor de vorige upload. En ik zie jullie daar. Later.